Na deze wedstrijd, de bekende nabeschouwing met John Blok, de trainer van Scheveningen, en Bert van Hunestein, de trainer van DVS 33. John, jouw gevoelens na zo'n wedstrijd? Ja, een beetje een obligate vraag. Ja, teleurgesteld hè, in het resultaat en in het vertoonde spel. Verdedigend kan ik er nog wel vrede mee hebben wat we hebben gedaan. Maar aan de bal was het natuurlijk echt heel matig. Kijk, de eerste helft was van beide zijden matig. Bert ook, hè, ook van DVS kant. Wat heb je in de rust tegen de jongens gezegd? Nou, die mening deel ik niet. Scheveningen zakt natuurlijk behoorlijk in. En dan moet je gewoon de bal rondspelen. En zo weinig mogelijk onder druk die bal inspelen op de middenveld. Zodat je niet onnodig balverlies leidt. Want Scheveningen wil vanuit omschakeling zijn ding doen. Alleen we waren wel slordig met de crossbasis en de dieptebasis. Die mening deel ik wel. Het is net als met roeien. Hè? Als die roeiers op een gegeven moment 33 slagen per minuut maken, dan is het zo moeilijk om naar 35 of 36 slagen per minuut te gaan. En ik verbaasde me over het feit dat toen jullie tegen 10 man kwamen te staan, John, dat er eigenlijk nauwelijks wat veranderde bij Scheveningen. Misschien wel iets meer druk naar voren, maar niet heel veel. Nee, dat verbaast mij ook. En daarbij waren we ook heel slordig aan de bal. We wisselden niet van kant. Ik miste ook een beetje de beleving. Maar dat vond ik de eerste helft ook al. We hebben hier 2 jaar achter elkaar geprobeerd druk te zetten. Nou, 2 jaar heb je niet zoveel te vertellen. Dan denk je, doen we het een keer anders. Ja, dan moet je wel in de omschakeling ook je momenten pakken. En ja, daar kwamen we helemaal niet aan toe. De eerste helft al niet. En ik vind ook de tweede helft niet. We hebben 1 grote kans met Rezo die Hacho gehad. Nou, dat schot op de lat. En dat was het vervolgens ook wel. Ja, en een hoop kaarten hebben we gehad. Met name Levi Schwiebe probeerde natuurlijk wat meer strijd te leveren. Maar ook dat lukte niet echt. Hè? Nee, Levi doet dat niet altijd even slim. Maar ik moet zeggen dat de scheidsrechter ook niet zo handig mee omging. Hij moet dat niet doen, zo'n bal tegen iemand aanschieten. Maar om hem dan vervolgens de gele kaart te geven. Ja, en toen werd het wat onvriendelijker. Hè, want dit was eigenlijk een wedstrijd waar niet zoveel aan de hand was. En we eindigen toch met een hoop kaarten. En dan uiteindelijk komt DVS 33 met 10 man te staan. Bert, en dan opeens zie ik een ploeg die zo enorm aan het strijden is voor en met elkaar. En dat wil jij graag, hè? Nou, de voorbeschouwing heb ik ook aangegeven. Dus je moet leren van wedstrijden. We hebben geleerd van de wedstrijd van Jong FC Groningen. Ik vond dat men elkaar toen in de steek liet op het juiste moment. Ja, die tienman situatie zorgde voor 1 voordat het feit dat we gingen knokken en vechten voor iedere bal. Maar wat nog belangrijker was, is dat we met 2 spitsen gingen spelen. Waardoor de backs van Scheveningen naar binnen werden getrokken. En konden we de ballen in de hoeken leggen. En toen gebeurde er wat. En ik denk dat we met 10 man tot beter aanvalspel kwamen dan dat we met 11 man stonden. Net alsof er wat dan, dat ja, die extra meters die werden dan gemaakt. Maurice de Ruiter, die zei het ook net. En zelfs zo'n Maurice, die gaat dan opeens werkelijk meters maken, niet te geloven. Sterker nog, ik heb hem mijn slijding zien nemen, dus hij zal nu op de behandeltafel liggen wat dat betreft. Ja, maar die jongen wil gewoon belangrijk zijn voor de ploeg en voor DVS. En dat heeft hij op een fantastische manier laten zien. Maar niet alleen Maurice, ik heb heel veel jongens gezien die ongelooflijk veel hebben gedaan om vandaag die overwinning binnen te slepen. En nou ja, uiteindelijk winnen wij nu eens een keer op deze manier. Ik vond ook mooi die vrije trap, heel bijzonder, want Daniel die neemt hem normaal. En Maurice zegt, nou, ik ben nu aan de beurt. En ja, als je hem dan zo binnenschiet, grandioos. Ja, dat was toch wel een heel mooi moment, voor jou niet, maar... Nee, want ik vind het onbegrijpelijk dat zo'n situatie ontstaat. Het is gewoon een lange bal. Er staan 3 man te kijken. Eén kan het duel aangaan, maar dan moet de rest de ruimte eruit halen. En ook zo'n vrije trap. Ja. Er staat een linkspoot achter de bal, in de hoek van de keeper. Natuurlijk is het mooi ingeschoten, maar het mag gewoon niet gebeuren. Maar ik vind ook dat we op basis van het vertoonde spel nergens recht op hebben vandaag. Precies. De ruimte eruit halen, nergens recht op hebben. Ik kan wel genieten van dat Haagse taaltje. Dat kan aardig, moet ik zeggen. Ja, doe zo mee hoor. Met de schollekoppen. Volgende week tegen wie? Tegen Spakenburg. Ja. Dat is een lekkere. Ja, maar goed, door deze rode kaart hebben we nu gelijk ook weer een probleem achterin. Omdat Jongsleker ook geblesseerd is. Dit is al een middenvelder die daar speelt. Jonge. Kan dit ook wel gebeuren. Maar ik vind dat de 2 ervaren krachten die erbij staan... Die moeten daar slimmer in zijn. Maar ja, we zullen weer even aan de gang moeten met wie gaat waar spelen. Maar goed, eerst dit maar even verwerken. En in ieder geval zorgen dat we aan de bal weer beter voor de dag komen dan vandaag. Volgende week morgen, volgende week zaterdag natuurlijk. Eerst even met z'n allen naar de Mart in Rotterdam en dan naar Spijkenissen. Nou, ik geloof je meteen, Piet, maar het zegt me helemaal geen ene bal. Wij gaan naar Spijkenissen om daar 3 punten op te halen. Dat is het enige waar ik van ben. En als jij mee wil om daar de stad in te gaan, vind ik het ook prima. Goed, hey, bedankt.